Zeg maar dag tegen je peperdure bak. Zondagavond kwam deze Lamborghini Gallardo in de vangrail terecht op de A67. De bestuurder verloor de macht over het stuur en eindigde al slippend in de vangrail. Waarschijnlijk kwam het door de sneeuw. Zelf bleef hij ongedeerd, maar zijn auto van 2 ton niet bepaald. En dan was hij nog niet eens het enige slachtoffer van de nacht. Een paar uur eerder gebeurde er bij een andere pechvogel precies hetzelfde.